Om je klant goed te kunnen kennen, heb je marketing nodig. En dan inderdaad niet die wat plattere kant, zoals jij hem net ook beschrijft, zoals het wel eens is of was, campagnes, marketing, communicatie. Maar nee, klantinzichten, behoeftes, aansluitend daarop diensten en oplossingen ontwikkelen, je interactie met de klant verhogen. En dat is allemaal marketing. Dus wij sturen ook niet echt op een keiharde omzet of salesresultaten, natuurlijk is dat ook nodig, maar sturen op relationele NPS, klantbeleving, toegevoegde waarde zijn in de diensten die we bieden. Dus dan, ja, dat, als ik dat zeg, dan speelt ook marketing meteen natuurlijk wel best wel een grote rol in onze strategie. Hallo en vandaag weer een nieuwe Hello Masters. Vandaag gaan we praten met Roel van der Heijden van Zilveren Kruis, waar hij een groot marketingteam leidt. Welkom Roel. Dankjewel. Ja, je Leuk werkt te bij spreken. de grootste zorgverzekeraar in Nederland. Hè, meer dan bijna 5 miljoen Nederlanders hebben een verzekering bij jullie. Onderdeel van, of zorgverzekering moet ik zeggen, toch? Ja, Ja, klopt. inderdaad. En jullie zijn onderdeel van Achmea. Ja. Maar jullie zijn niet alleen maar bezig met zorg en eigenlijk ook steeds breder actief in gezondheid. En nou ja, dat doen eigenlijk door eten, gezonder bewegen, kortom, vitaal leven. Nou ja, daar heb je zelf ook privé nu net weer een mooie stap gemaakt met je familie en een kerstverse vader geworden. Ja, Ik vind het toch klopt. heel bijzonder dat je er vandaag bij kunt zijn bij Hello Masters. Waar ben je nu? Volgens mij zit je op kantoor, hè? Ja, ik zit nu op kantoor, want inderdaad, ons gezinnetje is uitgebreid na een zoontje met een dochtertje 2 weken geleden. En daarnaast zijn wij in het najaar afgelopen jaar verhuisd naar een nieuwbouwwoning. En ik dacht, de combinatie van en een baby en klussende buren, dan kan ik beter even op kantoor zitten. Dus normaal zit ik thuis hoor, net zoals vrijwel heel Nederland natuurlijk. Maar nu een keertje op kantoor. Dus dat is ook wel eens lekker, moet ik zeggen. Ja, kan ik me voorstellen. Hey, en je werkt echt al een geruime tijd, hey, in de verzekeringsbranche, ruim 13 jaar. En sinds 2014 zit je in een marketingrol. Je hebt een MBA gedaan en daarna ben je gestart bij Achmea en nu inmiddels 7 jaar bij Zilveren Kruis. Ja. Vertel eens eventjes, wat deed jij zeg maar voor 2014, voordat je echt in die marketingleiderschaprol kwam? Nou, ik ben afgestudeerd in 2010. Toen ook begonnen bij Achmea in een traineeship-programma. Dus nou, zoals heel veel traineeships ook bij Achmea is dat 2 jaar lang verschillende opdrachten. Dus ook 4 opdrachten gedaan door het hele bedrijf heen. Toen heb ik nog wat meer interne consultant, business development rol vervuld. En toen ben ik inderdaad in 2014 het marketingdomein ingestapt Ah, eigenlijk. super. Maar mijn hele loopbaan is dus al bij Achmea en een groot deel binnen Achmea ook bij Zilveren Kruis. Ja, super. Ja. Hey, jouw team is best groot, hè? 72 mensen met een Ja. budget van 20 miljoen. Ja. Nou, goed, de ROI is daar ook best goed op, hè? Want ieder jaar zorg je toch weer voor een 500 miljoen aan omzet. Doordat er nieuwe bonussen binnenkomen, hey, waarvan 70% online gaat. Was dat eigenlijk al toen je in 2014 startte en waar je nu staat 7 jaar later, hè? Vertel eens een beetje over hoe je die journey bent doorgegaan. Want ik kan me best voorstellen als je 70% online doet. Dat is een flinke verandering ten aanzien van 2014, kan ik me zo voorstellen. Ja, zeker. Nou, wij zijn, kijk, zorgverzekeraars natuurlijk, het blijft natuurlijk ik vind het een interessant domein, maar wat dat betreft ook wel uniek. Het is een verplichte verzekering die iedere Nederlander moet afnemen. Tegelijkertijd heb je zelf de keuze waar je dat doet. De switch in de markt is beperkt, 6,5%, 7%, dat is een heel groot deel van de klanten die we hebben, die hebben we ook al wat langere tijd. De transitie die wij als bedrijf hebben doorgemaakt, was dat we. Nou, laten we zeggen, voor het gemak even spreken we over 10 jaar geleden, dus 2014, maar ongeveer 10 jaar geleden was het moment dat je in contact kwam met je zorgverzekeraar, was echt het moment dat je opnieuw kon kiezen voor je zorgverzekering aan het einde van het jaar. En dat was het. De transitie die wij hebben doorgemaakt de afgelopen jaren, wat jij ook al aanhaalt in de introductie, is dat wij bewegen als partij. Van een partij die er alleen maar is als je je premie moet betalen, naar een partij die je wil helpen.
in het gezond en vitaal blijven worden en het continu werken aan je gezondheid. Wat ook betekent dat we continu aanwezig zijn, want je werkt niet één keer per jaar aan je gezondheid als je aan je zorgverzekering denkt, maar dat doe je het hele jaar door. Dus wij willen er altijd voor je zijn als je zorg nodig hebt, als je zoekt waar je naartoe kunt. Natuurlijk in Nederland de zorg, die krijg je natuurlijk gewoon bij een arts, vanzelfsprekend. Maar wij hebben wel heel veel informatie en kennis om je te helpen als je toch ziek bent en je moet ergens naartoe. Nou, waar kun je naartoe? Wat betekent dat? Als je weer zo snel mogelijk aan het werk wil of als je juist gezond en vitaal wil blijven, ja, dan hebben wij een breed scala aan oplossingen, diensten en ook content die we steeds meer gedurende het jaar inzetten. Dus dat is wel de grote beweging in de afgelopen jaren, van dat ene moment naar continu aanwezig in het hele jaar. En van, ja, wat wij dan altijd noemen het betalen van zorg. Ja, je betaalt je premie, je dient de declaratie in, naar nee, een brede speler in gezondheid. Ja, ja, super. Ja, dus we gaan vandaag een goede aftrap inderdaad. Want je hebt zo'n one moment of truth, hè, aan het einde van het jaar dat je kan switchen. Nou, ik ben heel benieuwd ook hoe houd je je team dan actief en enthousiast voor dat ene moment. Hoewel je natuurlijk inderdaad gezondheid en preventie, dat gaat het hele jaar door. Maar ik ben benieuwd om straks even wat dieper in te gaan van hoe bouw je dan die journey. Hey, je werkt ook B2B, B2C en ook nog B2B2C. Dus er komt vast een hoop marketingjargon langs vandaag. Maar mooi om even dat ook met praktische verhalen, zeg maar, vanuit jouw day-to-day realiteit te horen. Waar we ook vandaag even over gaan praten is eigenlijk de disruptie binnen verzekeringland. Je hebt een hele mooie categorie, die heet InsurTech. Nou, er zijn bijvoorbeeld ook start-ups zoals bijvoorbeeld Lemonade, hè, die recentelijk ook naar de beurs zijn gegaan, heel succesvol in Amerika. Nou, die hebben bijvoorbeeld eigenlijk heel slim gekeken gewoon naar de gebruikerservaring. Op die manier hebben ze iets neergezet wat app-only is, wat vooral denk ik bij de jonge generatie heel goed draait. Goed, disruptie komt natuurlijk niet alleen vanuit start-ups, dat komt ook vanuit klanten, hè. Wat willen ze nou eigenlijk? Dus ik ben ook benieuwd om daar even met jou wat meer in te duiken. Maar laten we eerst even bij jou starten. We hadden net even heel kort over je rol van marketing met een team van 72 mensen. Vertel eens eventjes, wat zit er in dat domein allemaal? Ja, ik ben verantwoordelijk voor de afdeling waar best een breed scala aan disciplines zit eigenlijk. Het is bij mij verdeeld over 4 afdelingen. Een team wat zich bezighoudt met merk en customer experience. Dus merkmanagement, klantbelevingsstrategie, propositieontwikkeling, customer journeys, nou, dat soort zaken. Een team wat zich bezighoudt met digital marketing. Nou, dat spreekt wel voor zich, denk ik. Dus echt de kanalen, de campagnes, het optimaliseren van de conversies, de sales funnel, et cetera, de website. Een marketing-communicatieteam, wat zich steeds meer ook beweegt naar UX-writing. En echt het schrijven vanuit het perspectief van de klant. En het opstellen van de kernboodschappen, wat we willen vertellen als bedrijf. En dat doorvertalen over de verschillende kanalen. Ja. En een marketing-intelligence-team. Waar de data scientists, data consultants en de data engineers zitten. Zeker als verzekeraar, ik denk als ieder bedrijf, maar ook als verzekeraar zit je natuurlijk op een bak aan data en informatie. De vraag is, ja, hoe maak je er ook actionable insights van? Wat kan je er dan ook echt mee? En hoe helpt dat je ook als bedrijf? En hoe doe je dat, ook zeker in verzekeringen, op een nette manier wat past binnen wet en regelgeving. Dus daar zit ook best wel een grote component omheen. Hoe ga je nou met die data om? Hoe doe je dat ook zorgvuldig? Ja. Dus dat zijn die vier teams die dan optellen tot het geheel. Ja, en als je naar marketing kijkt, hè, vroeger, nog steeds heel relevant, gewoon de 4 P's. Hè, ook promotie, product, plaats. In wat voor een aandeel heeft dat in jouw team? Bijvoorbeeld, laten we over product praten. Nou, dus in het merk en customer experience team zitten maar ook de propositieontwikkelaars. Dus er zijn de mensen die verantwoordelijk zijn voor ons aanbod. Ja. Het product, het verzekeringsproduct. Maar wat je daar ziet, raakte ik net in de introductie natuurlijk al een beetje, is dat we eigenlijk aan het bewegen zijn naar een bedrijf waar dat verzekeringsproduct hygiëne is. Natuurlijk moet je een zorgverzekering afnemen en natuurlijk moet dat goed geregeld zijn. Maar wij investeren vooral in de diensten eromheen en de dienstverlening eromheen. Ja. En de diensten zijn ook producten in die zin, proposities, die ontwikkeld worden in de teams bij mij, waar de propositiemanagers voor verantwoordelijk zijn.
Dus dat neemt best wel een groot aandeel in. En eigenlijk alle P's, ja, is ook wat ik het leuke vind aan mijn werk, zit allemaal in één team. Dus ook de campagnes, de pricing zit ook bij ons in het team. Dus je kan best wel veel van die knoppen, natuurlijk hè, met collega's in de rest van het bedrijf, maar je zit best wel aan het, voor veel knoppen zit je ook aan het stuur. Ja, super Dus dat zeg. zit allemaal in team. Ja. Ja. Hey, we gaan even wat rapid fire questions doen om jou nog beter te leren kennen. Een paar korte vragen en graag ook wat korte antwoorden. Wat is je favoriete merk? Patagonia. Ah, oké. Waarom? Ja, ik hou heel erg korte antwoorden. Ik geloof echt in brand en performance één in één. Dus die horen bij elkaar. Patagonia is een merk wat doet wat ze zeggen en waar ze voor staan. In, Ja. eigenlijk in alles. Ook in hun investeringen, in hun beleid, alles. Dat vind ik gewoon heel mooi. Een mooi Ja. merk. Heb je het boek ook gelezen van die founder? Let My Ja. People Go Surfing. Ja, mooi boek, hè? Ja. Ja, absoluut. Cool. Ja. Wat is je favoriete content marketing kanaal? Ik vind in ieder geval alle native advertising vind ik leuk. Als het past bij je merk. Dus ik vind het leuk als er echt een kanaal is wat past bij je merk en het eigenlijk ongemerkt je boodschap opgaat in het kanaal, waardoor het voor de klant ook zo, nou, wordt ervaren. Dat vind ik een mooi kanaal. En wat is dan dat kanaal binnen jouw team? Is het een nieuwsbrief? Is het een e-book? Een podcast? Wat is. Nou, wat wij nu is in de samenwerking, bijvoorbeeld, wij werken op het moment heel erg intensief samen met nu.nl. Die ook steeds meer content laten zien, onder andere over gezondheid en wat je ermee kunt doen, zeker in tijden van corona. En dan Ja. proberen we daar aanwezig te zijn met wat Zilveren Kruis voor je kan doen, in plaats van dat weer via een eigen kanaal te pushen. Dat werkt best goed voor ons. Ja, ik kan me voorstellen. Ja. Wat is je favoriete marketingcampagne? Iets wat je recentelijk hebt gezien, het liefst van een ander merk, wat je inspirerend Oeh. vindt? Recentelijk, want het eerste waar ik aan denk, en dat mag dat niet, maar ik vind natuurlijk de Eva Apeldoorn campagnes iconisch. Ja, die is iconisch. Ja, maar is dan toch Achmea. Ja, het is wel langer geleden, dat doen we al een tijdje niet meer. Ja. Ook al langer geleden is Find Your Greatness van Nike, want dat is eigenlijk wel mijn favoriete campagne, denk ik. Vind ik echt vooral omdat het gaat over de atleet in jezelf vinden. Dat vind ik gewoon een mooie boodschap. Meer recent, nou, ik blijf de ASN-campagnes ook mooi vinden. Ronde, helemaal goed doorvertaald, echt een goede positionering, een eigen verhaal. Ja, vind ik sterk. Ook daar weer vind ik het gewoon congruent, de boodschap en het merk. Dat is wel, daar hou ik van. Ja. En als laatste, je favoriete social media kanaal? Nou, ik moet zeggen dat sinds de komst van ons tweede kindje en de verhuizing heb ik ineens Pinterest toegevoegd. Zat eerlijk gezegd niet echt in mijn scope. Ja. Meer werkgerelateerd zie je op het moment, jij noemde net ook al, zeker met corona's en podcasts, die doen het wel echt goed. Heel Nederland, heel de wereld is volgens mij aan het hiken en aan het wandelen. Ja. Met een podcast in je oren is dat toch wel fijn. Ja, absoluut. Hey, Ja. even over Zilveren Kruis. Je hebt Ja. natuurlijk in de breedte van de organisatie gezeten en nu heel erg gefocust op marketing. Hoe belangrijk is marketing binnen Zilveren Kruis? Ja, als marketeer kan ik natuurlijk alleen maar antwoorden super belangrijk. Maar wat je ziet is dat in die transitie die wij maken, kijk, sowieso zijn we een dienstverlener, meer dan een salespartij. Dus ja, je kunt een verzekering bij ons kopen, maar uiteindelijk zijn we dienstverlener. Wij willen gezondheid dichterbij brengen voor iedereen. Wij willen met je aan de slag, je motiveren om aan de slag te gaan met je totaalplaatje. Dus dat bredere plaatje van jouw gezondheid. Dus niet alleen heel veel sporten, sterker nog, nee, we geloven erin dat je dat op een beetje ontspannen manier moet doen. Als je al dat soort dingen wil doen, dan moet je je klant goed kennen. Moet je weten waar de klant zit. Want gezondheid is super persoonlijk. Dat is voor jou wat anders dan voor mij. En in iedere fase van je leven en is dat anders. Om je klant goed te kunnen kennen, heb je marketing nodig. En dan inderdaad niet die wat plattere kant, zoals jij hem net ook beschrijft, zoals het wel eens is of was. Campagnes, marketing, communicatie. Maar nee, klantinzichten. Behoeftes, aansluitend daarop diensten en oplossingen ontwikkelen, je interactie met de klant verhogen. En dat is allemaal marketing. Dus wij sturen ook niet echt op een keiharde omzet of salesresultaten. Natuurlijk is dat ook nodig, maar we sturen op relationele NPS, klantbeleving, toegevoegde waarde zijn in de diensten die we bieden. Dus dan, ja, dat, als ik dat zeg, dan speelt ook marketing meteen natuurlijk wel best wel een grote rol in onze strategie. Ja, Ja. is marketing ook een directiefunctie bij jullie?
Ja, dus mijn leidinggevende is commercieel directeur. En die Ja. heeft naast marketing ook onze B2B account management saleskant in zijn portefeuille. En nog drie andere afdelingen. Maar dat is wel allemaal gerelateerd, sterk commercieel, maar wel ietsje breder weer dan SEC, hoe bij ons in ieder geval marketing wordt omschreven. Dus zit wel in zijn portefeuille op directieniveau, Ja, interessant. Hey, en we hadden ja. het al eventjes over merk bouwen en dat combineren met performance, zoals je zelf dat inspirerend vindt bij Patagonia. Hoe breng jij die twee werelden bij elkaar in jouw team? Nou, het voordeel is sowieso al dat het in één team zit. Dus ik heb merk en de positionering van het merk en onze klantbelevingsstrategie in hetzelfde team zitten als de mensen die werken aan de oplossingen. Ook wel bewust gedaan, dat hebben we pas sinds een anderhalf jaar, dat was eerder gesplitst. Maar ja, een van de redenen om dat bij elkaar te brengen is wel dat wat mij betreft echt hand in hand moet gaan. Het waarmaken van wat je zegt. En wat je wil dat je klanten geloven, ja, dat ze dat ook ervaren in het aanbod, maar vooral ook in het contact wat ze met ons hebben. Dat vind ik heel belangrijk. Dus hoe kan ik dat realiseren? Ja, omdat we dat ook zo bij elkaar hebben gebracht uiteindelijk. Dus dat is wel fijn. Ja, ik ben recentelijk weer terug verhuisd naar Nederland en moest dus ook weer opnieuw een zorgverzekeraar kiezen. Dus ik heb dat gewoon zoals denk ik de meeste mensen doen, je doet je oriëntatie online en nou, heb je allerlei vergelijkingssites. En wat mij gewoon opviel is dat het verschil tussen die opties, of je nou FBTO neemt of Zilveren Kruis of andere opties. Als je dan netjes je pakket bij elkaar klikt, ja, dan heb je het over een paar euro meer of minder, zeg maar, tussen de verschillende partijen. Dus eigenlijk het verschil in product en prijs is gewoon heel sumier. Tenminste, zo kwam het bij mij over. Is dat zo of zit er echt heel veel ander verschil in? Of zit juist die verschil dan in de toegevoegde waarde die je doet naast zeg maar, het core product? Hoe zie jij die Ja, klopt. markt en die concurrentie? Nee, ik denk dat je hebt gewoon gelijk wat je zegt. Kijk, de basisverzekering in Nederland is ook gewoon wettelijk bepaald. De basisverzekering is ook voor iedereen hetzelfde. Dus daar ga je het onderscheid ook niet vinden. En de prijs daarin is vergelijkbaar. Er zit wel verschil tussen, maar is vergelijkbaar. In de aanvullende verzekeringen zit wel wat verschil, maar eerder in hoeveel je van iets krijgt. Het aantal behandelingen, fysiotherapie, dan dat radicaal anders is bij een partij. En de pricing daarin is ook niet heel erg verschillend. Dat klopt. Maar precies jouw laatste zin, dat is waar wij ons heel erg op richten. En wat ook nog steeds een zoektocht is. Hè. Dus ik kan er heel enthousiast over vertellen, maar dat betekent niet dat we het al fantastisch doen of dat het al helemaal herkend wordt. In de kern zijn we een zorgverzekeraar waar je een zorgverzekering koopt met een wel of niet een aanvullende verzekering en een tandverzekering. Punt. Wij maken die beweging naar een breder domein. We hebben er steeds meer oplossingen, diensten, proposities, content voor. Kent iedereen dat al? Zeker nog niet. Wordt dat steeds meer bekend? Ja, ik denk het wel. En verschillen daar de zorgverzekeraars van elkaar? Absoluut. Daar hebben wij echt een andere visie en overtuiging dan andere partijen, die ook een hartstikke mooie visie en overtuiging hebben. Maar daar zit wel een verschil. Maar dat zie je niet meteen in het product als je naar Nederland komt en je zegt ook: oh, ik moet gewoon een zorgverzekering hebben. En je gaat inderdaad op een vergelijkingssite of op Google of wat dan ook en je vergelijkt ze. Ja, dan zit er een aantal euro tussen en misschien wat meer of minder dekkingen. Dat ervaar je niet meteen. Ja, interessant. We hadden het net al eventjes over de moment of truth. Hè, eigenlijk één keer per jaar heb je dat switching moment. Dan zou je kunnen denken van, god, 72 mensen in je team. Heb je zoveel mensen nodig voor dat ene moment of truth? Hoe belangrijk is dan marketing door het jaar heen? Hè? Je legt net inderdaad wat uit over die. Je wilt toch die breinpositie, je wil je merk bouwen en daar ook een onderscheidend vermogen in hebben. Maar is het dan zo dat er echt in Q3 en Q4 het super druk is en bij Q1 en 2 bij jou wat rustiger in het team? Hoe ga je om zeg maar, met zo'n one moment of truth? Ja, nou dat is steeds minder belangrijk eigenlijk. Dus het is zeker zo, toen ik begon was Q3, Q4 heel druk. En nou kon je Q1 een beetje bijkomen, Q2 gingen weer in strategie werken en dan rolde dat door. In de afgelopen jaren is dat niet meer zo. Dus eigenlijk maar een heel beperkt deel van de mensen bij mij bezig met die campagne aan het einde van het jaar. Nou misschien, ik denk nog geen 10 man eerlijk gezegd.
Bij mij dan één. In het hele bedrijf werken natuurlijk meer mensen aan die tijd. Zeker in de callcenters is dat natuurlijk wel, is dat super druk. Is nog steeds de drukste periode. Maar in een marketingorganisatie, ja, zit het zwaartepunt echt veel meer in. Als klanten voor ons hebben gekozen ze welkom te laten voelen. Op de juiste mensen aanwezig, momenten aanwezig zijn om ze te helpen als ze zorg willen regelen, zorg kiezen, het moeten betalen. Maar ook dus te werken aan hun gezondheid en vitaliteit. Ja, daar zit veel meer energie op. Met natuurlijk als doel uiteindelijk om die gezondheid te verbeteren en dat ze bij ons blijven. Dat is ja, we doen het, dat zit er natuurlijk ook achter. Ze proberen echt wel zo aanwezig te zijn bij de klant dat ze denken, hey, Zilveren Kruis helpt mij ook het hele jaar door, of is er voor me, waardoor dat moment ook minder belangrijk wordt. Ja, absoluut. Dus daar werken we hard aan, maar dat zie je dus ook wel terug in de effort die we erin steken. Dus het is niet meer zo nou, dat we de boel kunnen sluiten in januari en in de zomer weer eens open gaan. Het is echt wel het hele jaar door dat we aanwezig zijn en actief zijn, ook met mijn teams. Ja, helder. Ja. Hey, wat zijn jouw KPI's? Welke metrics staan er in jouw scorecard? Want je had het net al over de NPS-score van je klanten. Maar als je Ja. zeg maar, nou ja, richting de directie toe zeg maar, metrics moet neerzetten, waar word jij op afgerekend? Nou, in de breedte. Dus natuurlijk zit er bij mij ook portefeuille in, hè. Dus ja, ik heb het veel over het aanwezig zijn gedurende het jaar en daar toegevoegde waarde leveren. En dat is ook echt zo. En natuurlijk is het ook voor ons van belang om gewoon een portefeuille te hebben van een bepaalde omvang met een bepaalde hoeveelheid verzekerden erin. En door ons volume zie je ook dat er altijd veel uitstroom is. Dat zie je sowieso altijd bij grote spelers. Dus wij hebben ook veel te doen om weer veel nieuwe instroom te realiseren. Dus die metrics heb ik sowieso staan om ons portefeuille op een bepaald niveau te houden. Daarnaast heb ik voldoende KPI's op onze diensten en proposities. Dus naast het verzekeringsproduct. Dus dat zit het op gebruik, maar ook op waardering. Dus ja, relationele NPS voor het geheel en het bedrijf. Maar we hebben het ook over klantwaarderingscijfers, over transactionele NPS op touchpoints, over journey NPS in journeys. Dus gewoon echt in de beleving meten we ook verschillende dingen. Merkscores natuurlijk. Ja, hoe top of mind zijn we? Hoe scoren we op onze voorkeursdrivers dan eigenlijk? En wat doet dat? Nou ja, dus en naast natuurlijk ook wat operationelere KPI's. Dus ik heb ook gewoon een budget te runnen natuurlijk en dat soort dingen. Maar dit zijn wel de belangrijkste. Ja, breed bereik inderdaad. Ja. En even praktisch, kun je misschien eens over een aantal strategieën met ons delen, of wellicht wel campagnes, en misschien drie, en misschien is het ook wel leuk om eentje vanuit B2C, eentje vanuit B2B en eentje vanuit B2B2C te delen, die je de laatste 2 jaar hebt geïntroduceerd met je team, waar je echt heel trots op bent, of waar je een hele mooie learning uit hebt kunnen halen. Ja, zal ze mijn best doen. Ja, hele brede vraag. Best een brede vraag, ja. Waar ik trots op ben, is de stappen die we hebben gezet in marketingstrategie, in loyaliteitsprogramma's in onze app. Dus in Actify, de mogelijkheid om punten te verdienen door gezond gedrag en die vervolgens weer te kunnen inzetten. Dat is wel iets wat we afgelopen jaren steeds meer exploreren en waar we ook de resultaten van beginnen te zien. En dat doen we ook B2B2C. Vink ik met twee vragen af. Waar je dat ook in de context samen met je werkgever, samen met collega's kunt doen. Dus dat je challenges met je collega's samen kunt doen. Je hebt vast ook wel gezien, want in Nederland helemaal hot is die app Ommetje van de Hersenstichting met Erik Schreuder. Ja, die doet het waanzinnig. Is superleuk. Maar dat soort functionaliteiten hebben wij ook in de app zitten. Dat je ook met elkaar kunt blijven bewegen en daar weer punten mee kunt scoren. En die loyaliteit en die engagement in de app kunt creëren. Dat is wel iets waar ik trots op ben. In onze andere marketingstrategie, meer B2C, hebben we het net al over gehad, maar dan even in de marketingtermen. Ja, wij zijn echt naar een always-on campagnestrategie gegaan. En content daarin, continu relevante content uitserveren en dat ook goed op één plek laten terugkomen, dat is ook wel een mooie stap. Dus we hadden al veel content, maar ja, dat is ook zo'n buzzword, content. Ja, wat is dat dan eigenlijk en wat doe je daarmee? Ja, dat hebben we de afgelopen jaren echt teruggebracht tot één plek, ook op onze site, waar alles bij elkaar staat, waar we vervolgens
als je dat zelf wil, de content ook best wel sterk kunnen personaliseren. En dat ook nog eens automatisch uitserveren. Dus we hebben echt wel stappen gezet in het ja, automatisch persoonlijke content genereren en naar jou krijgen op de kanalen die voor jou relevant zijn. Dus dat zijn wel mooie stappen, vind ik, die we hebben gezet in ieder geval in nou, een aantal van onze strategieën. Ja, dank voor het delen. Ik heb er twee genoemd met drie boxes, dus ik hoop dat dat. Ja hoor, je meet de checks. Ja. Hey, leuk dat je het ook even over je team had, want dat is eigenlijk het volgende onderwerp waar ik even met je in wil duiken. Hey, je hebt een team van ruim 70 mensen. En je werkt natuurlijk in verzekeringsland. Hey, misschien niet het highest interest categorie. Hoe zorg je ervoor? Hey, wellicht iets in je cultuur of in de manier waarop jullie werken. Wat maakt dat het gaaf is om bij Zilveren Kruis te werken als marketeer? Zeker niet de highest interest. Ik denk low interest, wel highest impact, denk ik. Dus de impact is echt hoog. Wat houdt mensen betrokken bij ons, is echt onze merkovertuiging dat gezondheid meer is dan niet ziek zijn en dat we je kunnen helpen, motiveren daarmee aan de slag te gaan. Dus behalve voorkomen dat je ziek wordt, ook continu werken aan je gezondheid, de preventieve kant. Dat is wel echt een overtuiging die diep zit, die we doorvertalen. Die vertellen we naar buiten, maar die vertalen we ook heel duidelijk door naar binnen. Daar zijn we ook actief mee bezig als bedrijf. Dus we zijn ook echt bezig met de, ja, samen met de gezondheid van onze mensen. Alles wat we naar buiten vertellen, doen we binnen ook. En dat, nou, ik zei net in het begin, waarom werk ik al zo lang bij Zilveren Kruis? Nou, dat raakt mij, dat doet iets met me en daar wil ik graag bij horen. En dat zie je ook bij veel collega's. Ze zijn bezig met iets. Ja, niet alleen een product te duwen en te zorgen dat je nog meer sales realiseert. Nee, dat is ergens een onderdeel. Maar we proberen vooral impact te maken om Nederland ja, iets gezonder te maken en gezond te houden. Nou, dat is, als je daarin gelooft, en als dat iets is waar je bij wil horen, dan is dat ook, dat is best een overtuigende visie, als dat bij past. Dus daar, en als wij waarmaken wat we zeggen. Ook intern, want dat merk ik vooral dan bij, want dit kan ook een heel mooi verhaal zijn. Dus ik heb echt wel, en wij doen het zeker ook niet alles goed, dus we hebben ook wel gesprekken over, ja, hoe werkt dat dan? En als we dit doen, past dat dan bij onze visie? Maar dat houdt mensen wel gemotiveerd. En trouwens ook het feit dat we het daarover hebben, gewoon, en proberen dat dan weer beter te doen, dat houdt mensen wel gemotiveerd, bij ons. Ja, mooi verhaal. En als je dan zeg maar vanuit die, nou ja, die intrinsieke waarde, hè, opereert, dan heb je waarschijnlijk ja, echt een shared purpose in je team. Maar wat ik ook wel heel mooi vind rond rond die purpose, is dat je het leeft gewoon enorm om gezond te zijn, om nou, ook mentale weerbaarheid, vooral in de tijd van COVID, en allemaal thuiswerken. Zeg maar je krijgt. Daarbinnen is ook heel veel innovatie. Er zijn heel veel mensen die met allerlei ideeën komen over hoe je dat vorm kan geven. Hoe haal je zeg maar dat soort ideeën uit de maatschappij, als het ware van buiten naar binnen in je team? Heb je daar bepaalde methodieken voor of hoe doen jullie dat? Ja, best wel veel verschillende dingen. Dus wij hebben natuurlijk ook het traditionelere markt- en klantonderzoek. Hè. Dus wij monitoren ook allerlei dingen, allerlei trendrapporten en alles. Hè. Dat gebeurt ook allemaal, zit in dat marketing intelligence team. Daarnaast doen we heel veel onderzoek naar behoeften van klanten. Als wij zelf een insight hebben of we krijgen iets terug vanuit klantsignalen, gaan we met klanten in gesprek om echt naar de behoeften toe te gaan. Doen we ook steeds laagdrempeliger. Ik denk dat je dat ook veel in de markt ziet, hè, waar dat in het verleden met een marktonderzoeksbureau was. En je gaat dat ja, toetsen, zie je nu ook mensen nou, tot 1,5 jaar geleden op straat aanspreken bij het station. En nu in een digitale meeting halen en het er gewoon over hebben. Steeds meer. Wij werken agile sinds 2015 of zo. Dus die mensen bij mij, die 70 man. Ja, die zitten in die vier teams die ik benoem, maar ze werken 100% van hun tijd in een multidisciplinair team. Met ook mensen vanuit andere teams in de organisatie, finance of operations of customer service of nou, wat er maar nodig is om het doel van dat team te bereiken. En wij werken in een kwartaalritmiek. Eigenlijk hebben we een roadmap en een visie en ieder kwartaal herijken we die en gaan weer aan de slag. Nou, waarom ik daarover heb, is dat een onderdeel van die kwartaalritmiek is dat we ieder kwartaal ook kennis- en inspiratiesessies hebben. En vanuit die domeinen, merk en customer experience, digital, marcom en marketing intelligence, worden er ook ieder kwartaal inspiratie- en kennissessies georganiseerd.
op onderwerpen die voorbij komen met interne experts, maar ook met externe sprekers, om het daarover te hebben met elkaar en aan de slag te gaan. Ja, dus vind ik een leuk voorbeeld, want dat doen we dus ook nog niet zo super lang. Ik denk nu een jaar of 4, 5 dat we daar echt actief mee aan de slag gaan. Maar wat ook wel gaat leven en je toch ieder kwartaal weer zo'n moment hebt dat je even stilstaat bij, hey, wat gebeurt er nou eigenlijk om ons heen? Omdat het best verleidelijk is om gewoon intern gericht te blijven doen wat je doet. Daarnaast heb ik gelukkig mensen die intrinsiek best gemotiveerd zijn. Dus er worden ook veel congressen afgelopen en opleidingen gedaan en zo. Dus dat doen mensen individueel ook gelukkig nog wel heel veel. Ja. En als je dan bijvoorbeeld ja, bijvoorbeeld naar meer een always-on-achtige format kijkt. Hè. Ik sprak bijvoorbeeld laatst in de Hello Masters podcast met iemand die de creatieve studio van Albert Heijn leidt. Er zitten ook 80 mensen in-house. Maar zij zitten bijvoorbeeld op Clubhouse om daar zeg maar ideeën voor hun vegan connectie of assortiment te halen. Zeg maar. Gewoon direct vanuit Clubhouse. Dus heel open format, weet je wel, heel ongestructureerd. Zie je zelf dat soort dingen doen? Dat soort voorbeelden zijn denk ik ook wel de toekomst om steeds sneller. Het verandert allemaal zo snel. En die wereld verandert en die inzichten veranderen en die behoeftes veranderen. Dat juist op dat soort manieren en via dat soort kanalen je snel kunt ophalen. Hé, wat speelt er? Ja, Ik denk wel dat dan de uitdaging is van ja, oké, dat speelt er nu. Maar als je dat wilt doorvertalen echt naar een propositie en een oplossing. Nou, wat is dan de echte onderliggende behoefte? Doorgronden we die dan voldoende? En wat vanuit je merk kan je daar dan ook echt aan toevoegen? Dat is natuurlijk ook wel een beetje een risico dat je inspeelt op allerlei dingetjes in de markt die er op dat moment plaatsvinden. Dus het is voor mij is het wel dan dat soort dingen super interessant, heel goed. En tegelijkertijd vasthouden aan je strategie en je positionering om de juiste dingen te blijven doen. precies, ja, want je hebt natuurlijk het risico als je natuurlijk in een soort van shiny object syndroom belandt. En in de waan van de dag dingen gaan doen die ja, misschien helemaal niet passen bij je strategie. Maar het is wel een open manier om, als een van je Absoluut. merkwaarden bijvoorbeeld is om echt transparant en te co-creëren met je klanten, dan is dat op zich wel een money. Het is misschien meer de vorm dan het inhoud wat maakt dat je dan. Nou, absoluut. Nou, wij hebben ook een community, bijvoorbeeld, waar we met klanten continu in gesprek zijn en waar we ook proposities toetsen en ook beleid zelfs. Dus gewoon be beleid Super. vanuit verzekeringen leggen we neer, kleine community eromheen, hebben we het gesprek over. We hebben ook een verzekerderaad, dus we hebben mensen die lid zijn van de verzekerderaad, waar we iedere zoveel weken voorstellen gewoon neerleggen. Ja, dat zijn ook gewoon klanten van ons die wel betrokken klanten hebben, want anders ga je natuurlijk niet in zo'n verzekerderaad, dus het is niet de weerspiegeling van iedereen. Maar tegelijkertijd ben je wel continu in gesprek over wat je doet en heb je wel weer een extra bron van inspiratie en feedback. Ja, leuk hoor. Ja. Hey, werk je ook met marketing agencies? Ja, En zeker. welke scope heb je doe je met hun? Of geef ze voor? Nou, we hebben ook een campagnebureau, een reclamebureau, waar we mee samenwerken. We hebben ook wel op alle digital kanalen, we hadden verschillende partijen waar we mee samenwerkten tot een aantal jaar geleden op SEO en op SEA en op alle verschillende kanalen. Dat hebben we allemaal ondergebracht bij één partij. Ook om naar integrale dashboards te gaan en die attributie meer op orde te krijgen. Want ja, we waren vaak heel lang bezig om dat zelf maar allemaal te vergelijken. En nou, dus dat is wel een grote stap die we hebben gezet. En ook in digitale proposities werken we ook met een agency samen. Omdat daar ook, linkt een beetje naar je vorige vraag. Ja, daar is het ook goed om af en toe die externe spark te hebben. Iemand die bij andere bedrijven rondloopt, die wat verder weg staat om met nieuwe inzichten te komen en nieuwe ideeën te komen. Om ons ook scherp te houden daarin. Dus daar werken we ook wel veel samen met een vast bureau. Hey, en wat vind je goed gaan met die bureaus en wat zou beter kunnen? Er is veel te doen rond het agency model. Van dingen van agencies zijn dead en het is nog steeds Mad Men tot en met agencies die heel adaptief en vaak ook heel specialistisch werken. Kun je misschien één of twee dingen noemen waarvan je denkt, nou dat zou beter kunnen met de manier waarop een merk met een agency werkt? Nou, wat je net al raakt, vind ik wel een risico in zitten dat Mad Men-achtig, als het een bureau is wat je denkt te vertellen hoe de wereld in elkaar zit en komt met fantastische creatieve ideeën,
zonder je bedrijfsstrategie en je merk goed te doorleven, dat vind ik echt een risico. Dan Ja. kom je tot mooie uitingen, maar nietszeggend. Maar dan kom je ook bij mijn persoon, wat al een paar keer naar voren is gekomen. Ik vind echt dat dingen die je doet moeten passen bij wat je zegt. Dus dat zegt ook iets over mij natuurlijk. Ja. Daar zie ik wel een risico. En waar ik ook zeker een risico zie, is dat als je te veel buitenshuis organiseert en je te weinig kennis intern hebt, waar stuur je zo'n agency dan eigenlijk op aan? Ja. Wat begrijp je nou echt van wat ze doen? En of iets goed gaat of niet? Of je er iets van moet vinden? Deze discussie loopt bij ieder bedrijf, denk ik. Wat doe je in-house, wat doe je out? Dat is bij ons even goed. En dat is denk ik echt wel een balans tussen. Ja, je kan nooit zo'n groot expert zijn op zo'n specifiek onderdeel als een bedrijf wat zich daar gewoon volledig op richt. Ja. Dus die expertise is super welkom. Maar je moet wel goed genoeg begrijpen om inhoudelijk het gesprek met ze aan te gaan. En daar zie ik ook wel een risico dat als je te veel allemaal naar buiten brengt en je ja, eigenlijk mensen hebt die niet goed genoeg weten, dat je daar te weinig grip op hebt eigenlijk. Ja, helder, helder. Ja. Ja, dank voor het delen. Nou, als laatste onderwerp gaan we even praten over innovatie. We hadden het net in de intro al even over InsurTech. Ja. Ja, dat is toch een vrij groot vertical in startup land. Zeker. Zie je dat als een bedreiging of zie je het juist als een hefboom voor versnelde groei? Hefboom. Ik denk als je deze vraag 3 jaar geleden of zo had gesteld, denk ik dat we over het algemeen hadden gezegd bedreiging. We zeggen ik, maar ik denk ook wel veel collega's en ook wel in de branche. Ja. Wat we de afgelopen jaren hebben gezien is dat toch wel dat het steeds meer een hefboom wordt. Je ziet toch wel de InsurTech zich ook op een specifiek onderdeel in de markt richten en daar heel goed in worden. Maar die hebben die bredere scope van een grotere verzekeraar weer nodig om tot een vervolgstap te komen. Dus Ja. we zien nu steeds meer dat we elkaar kunnen helpen daarin. Dat die InsurTechs ons kunnen helpen om op een bepaald domein echt gigantisch te versnellen en een verbetering toe te voegen. En de InsurTechs ook de grotere verzekeraars nodig hebben voor schaal en voor markt. En voor ja, de integraliteit van die oplossing in het geheel. Dus ik zou Ja. zeggen, nu zou ik zeggen hefboom. In het verleden dachten, dan ging hier ook wat spreken. Lemonade noemde jij in je introductie. Hè? Ping-ang komt ook wel eens voorbij als je het hebt over. Ze zouden maar de markt betreden, wat dan? Ja, ik denk dat Ja. we dat inmiddels wel zien van, dat is zo makkelijk is dat nog niet. Ja. Die markt te betreden en die integraliteit van die dienstverlening, die neem je niet zomaar over, dus werkt het meer als een hefboom. Ja, helder. Ja, want vorig jaar in 2020 was er ruim 7 miljard wereldwijd dan wel in InsurTech startups geïnvesteerd. Dat was 20% meer dan het jaar daarvoor, dus dat is flinke groei. Investeren jullie zelf ook? Hebben jullie een soort van corporate lab of een M&A-tak? Of hoe participeren jullie zeg maar in dat startup-ecosysteem? Nou, best wel intensief. Dus we hadden dat als Zilveren Kruis, als merk. Dat hadden we tot 2020. Vorig jaar zijn we overgegaan naar een Achmea Investment Fund. Dus noemen we het Ja. Achmea Breed. Omdat we ook wel zagen dat je daar veel meer kracht uit kunt halen als Achmea dan per merk dat te organiseren. Omdat er ook best wel veel parallellen zitten weer tussen die industrieën en de insurtechs die daarin zitten. En daar investeren we, meen rond de 100 miljoen in dat Achmea Investment Fund. Waar we echt op zoek zijn naar ja, die partijen met wie we samen, of waar we in kunnen participeren, of soms ook waar we misschien kunnen overnemen of niet. Dus we hebben echt een M&A-club op corporate niveau. Dus dat zijn wel de dingen die we niet meer bij Zilveren Kruis als zorgverzekeraar of Centraal Beheer of Interpolis, allemaal merken die jou kent, maar echt op Achmea-niveau hebben samengebracht. Ja, helder. Ja. Dankjewel voor het delen. Als laatste afsluit, welk boek, cursus, podcast, video raad jij aan voor de ambitieuze marketeer? Voor de ambitieuze markt. Ja, ik luister podcasts, luister ik de laatste tijd Everybody Hates Marketeers. Oh ja, die is grappig. Ja, heel Vind ik goed. zelf erg grappig in ieder geval. En Ja. de sprekers die voorbij komen, dus Seth Godin die voorbij komt. Of ja, dat Ja. denk ik wel, dat is wel echt Goed next kaliber. level. Ja, dus Ja. vind ik heel. En ik vind het op een heel leuke manier gedaan. Een beetje cynisch en zo hou ik wel van. Dus Ja. ja, Oké, top. dat vind ik Nou, leuk. iedereen eventjes aanraden. En de link komt ook even in de blog. Als je nu luistert in de auto en denkt later, oh, wat was het ook weer? Ga naar hellomaas.com en dan kun je daar even de link vinden. Ja, super.
Nou, dankjewel, Roel. We hebben flink wat langer gekletst dan we gepland hadden, maar er was een hoop om te delen en een hoop interessants. Dus dankjewel dat je de hele breedte van jouw werk en je team bij Zilveren Kruis hebt laten zien. En ik wens je alle succes weer richting Q3 en Q4 om weer dat moment of truth goed te pakken. Dankjewel. Bedankt dat ik hierbij aanwezig kon zijn. Superleuk om te doen. Wil je graag meer marketingkanalen inzetten, maar heb je niet de kennis in huis? HelloMaaS heeft een nieuwe oplossing, het Flex Team. Haal meer uit je marketingbudget. Start met een gratis workshop. Je ontvangt een marketingteam benchmark en je leert hoe je makkelijker, sneller en goedkoper je marketingteam organiseert. Ga naar hellomaas.com/flexteam en boek nu gratis je workshop.